Van harte welkom iedereen. Wat ontzettend leuk om een volle bak te zien, zal ik maar zeggen. Het is een bijzondere dag vandaag. We hebben een boekpresentatie. Een debuutroman van Iman Sprenger. Hij zit daar, hij zit straks op het podium. Dan kunt u hem nog wat beter zien. Mijn naam is Eefke Smit. Ik sta hier namens de uitgeverij Songline. Voor de uitgeverij is het ook een bijzondere dag, want het is het eerste boek wat deze uitgeverij uitgeeft. Het is om nog een andere reden een bijzondere dag, maar dat ga ik niet vertellen, want dat hoort u straks nog wel van de schrijver, denk ik. Goed, we staan hier dus voor het boek Bijlhout en Bakkeljauw. Het boek speelt zich grotendeels af in Suriname. De middag krijgt ook een Surinaams tientje. In elk geval na afloop bij de borrel. We hebben zelfs een beetje voor Surinaams weer gezorgd, zoals u hebt kunnen merken. Erg warm. En we hebben ook een discussie over een aantal thema's die in het boek voorkomen. Die gaat geleid worden door Lisanne Snelders, die neemt het zo van mij over. Maar voordat ik het overgeef aan Lisanne, wil ik eigenlijk nog een paar dingen zeggen over het boek zelf. In de eerste plaats, ik heb het met enorm veel plezier gelezen. Het is echt een heel mooi geschreven boek. Heel beeldend, veel verhaallijnen, echt mooi. En vanaf, ik denk zo pagina 80 à 100, wordt het zelfs een spannende page-turner. Dus het heeft ook echt een mooi plot. Maar er zit veel meer in het boek. En dat vind ik ook wel bijzonder. In de eerste plaats, het is een boek met twee hoofdpersonen. Allebei antropoloog. De ene een vrouw, de andere een man. De ene jong, ambitieus, gedreven. De man wat ouder, wat reflectiever, wat rationeler. Kijkt meer een beetje terug op zijn carrière. De vrouw is een pupil van de professor, ook een beetje de oogappel. En heel in het kort, zij gaat onderzoek doen in Suriname en ze wil weten hoe het leven is op de plantages waar destijds de slaafgemaakte het eigendom mochten overnemen. Ze wil weten hoe dat dan nu uitpakt. En terloops komt ze erachter dat het familiefortuin van haar gegoede familie eigenlijk ook grotendeels op de slavernij gebaseerd is geweest. Nou, dat geeft dan wat gewetensdruk, zal ik maar zeggen. Ze weet dan ook niet altijd hoe ze daar precies mee om moet gaan. En op een gegeven moment raakt ze zoek. En haar voormalige professor gaat haar dan zoeken. En verder geef ik natuurlijk geen plotspoilers. Maar wat wel erg leuk is aan het boek, er zitten heel veel contrasten in. Er zitten contrasten in over toen en nu. De slavernij en het kolonialisme. Daders, slachtoffers, schuld en boete. En natuurlijk vooral over alles wat zich toen heeft afgespeeld. Wat betekent dat voor nu? Voor de situatie waarin mensen zich bevinden. Perspectieven die ze hebben. Maar ook de emoties die ze erbij kunnen voelen. Andere contrasten zijn blijven of weggaan, zwart of wit, jong of oud, vrouw of man, oude en nieuwe antropologie, ook alfa-denken, beta-denken. Er zitten interessante beschouwingen in over prestige en entropie. Prestige als iets uit de sociale wetenschappen, entropie als iets uit de thermodynamica. Nou, al met al, een boek vol stemmen, verhalen, dieptes, hallo. En ik zou zeggen, want ik sta hier voor de uitgeverij, koop het. Het is daar te koop, daar achter in de zaal. En met dat woord wil ik graag over naar Lisanne, alsjeblieft. Bedankt voor deze inleiding en nogmaals hartelijk welkom. Ook aan de mensen in de livestream. Daar kijk ik even daarachter naar de camera. Mijn naam is Lisanne Snelders, ik ben de moderator van dit programma. Ik zal u even kort vertellen wat we vanavond gaan doen. We gaan het hebben over dit mooie boek, Bijlhout en Bakkeljauw. Met Iman Sprenger, de auteur. Hij zal straks iets voorlezen. Daarna was er een bijdrage van professor letterkunde Ira van Dijk, maar zij is helaas verhinderd door ziekte.
Dus dat is erg jammer, maar in plaats daarvan zal onze gast John Schuster een mooi gedicht voorlezen, om toch nog even de letterkunde een wat meer prominente plek te geven in het programma. Nou, ik ga met Jan in gesprek over zijn boek en daarna nodig ik ook de twee andere gasten uit. Ik zal ze nog even aan u introduceren. Iman Sprenger werkte kort na de onafhankelijkheid van Suriname een aantal jaren aan wat nu de Anton de Kom Universiteit heet. Ik heb het idee dat er een kleine echo zit, hè? Kunnen we daar iets aan doen? Of moet ik ergens anders... Staat die nog aan? Oh, die moeten we... Zal ik hem even uitzetten? Ze staan wel uit. Oké. Dan mag het, als u die uit wil zetten. Kijk, nu zou het verholpen moeten zijn, hè? Dan ga ik door met Iman Sprenger, die gewerkt heeft aan wat nu de Anton de Kom Universiteit heet. Deze staat misschien nog aan. Dat ook uit. Nou, eenmaal in Nederland ontdekte hij dat zijn voorouders ooit plantages bezaten. En daar was in de familie nooit over gesproken. Na zijn werk in het bedrijfsleven besloot hij om antropologie te gaan studeren. En bracht hij een aantal maanden door op een vroegere plantage. En zijn roman Bijlhout en Bakkeljauw is het resultaat van een zoektocht naar de motieven van zijn voorouders en de nog zichtbare gevolgen van hun handelen bij de nazaten van de tot slaafgemaakte. Straks nodig ik ook uit Erwin Vient. Hij zit hier. Hij is directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis, het NINSEE. En naast zijn werk voor het NINSEE houdt Vient zich bezig met de ontwikkeling van een slavernijmuseum dat hier in Amsterdam moet komen. Hij heeft twee boeken gepubliceerd, De Profeet aan de Parra in 2018 over de moeizame relatie tussen Afrikaans-Surinaamse religie en het Joods-christelijke geloof in het Suriname van de 20e eeuw. En ook het boek Gekocht en betaald over het leven op de voormalige Surinaamse plantage Onverwacht. Onze andere gast John Schuster is onafhankelijk onderzoeker en gastdocent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tot 2 jaar geleden was hij ook verbonden hier aan de VU, de Vrije Universiteit, bij de afdeling sociologie. Hij schreef onder meer het boek Poortwachters over immigranten. Een debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland. En hij was hoofdredacteur van de tijdschriften Migrantenstudies en Osso, het tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. En op dit moment is hij bezig met een onderzoek samen met Marcus Bokenhol van het Meertens Instituut naar het Nederlands slavernijverleden en racisme in Nederland. Dus het wordt een vol programma waarin we gaan kijken hoe dat... wat je doet als je erachter komt dat je voorouders plantages bezaten of in de slavenhandel zaten. En hoe geven we rekenschap van de doorwerking van het slavernijverleden in het heden? En hoe kan de literatuur vormgeven aan die geschiedenis en herinneringen en ook betekenis geven aan die geschiedenis? We gaan het ontdekken. Ik wil graag Iman Sprenger uitnodigen om een fragment voor te lezen uit zijn boek. Ik heb een klein stukje uitgekozen uit het eerste hoofdstuk. Eefke heeft net verteld dat er zijn twee hoofdpersonen, Ivo en Eva. En Ivo is de wat oudere hoogleraar en Eva is de wat jongere antropologe. Die heeft verteld dat ze naar een oude plantage gaat. Ik begin hier. Voor zij vertrok had Ivo haar op een etentje getrakteerd. Haar is in dit geval dus Eva, in zijn favoriete Indonesische restaurant. Wat ga je nou precies doen daar op die plantage? Had hij gevraagd, terwijl hij zijn bord vol met nasi kuning schepte. Ik ga in een klein houten huisje wonen, met een veranda, wat planten op het erf en uitzicht op een kreek. Tussen de 6 families die daar al generaties wonen, al voor het einde van de slavernij. Oké, interessant. En wat ga je daar onderzoeken? Eva brak een hoekje af van een vel kroepoek. Of er verband is tussen hun cultuur en hun ondernemerschap. De economie daar gaat snel achteruit. De bauxietmijnen worden gesloten. En ik wil zien hoe zij die crisis weten op te vangen, zei ze en stak het kroepoekhoekje in haar mond. En wat denk je, zei Ivo, gaan ze die opvangen? Ja, dat denk ik. Als je eeuwen van slavernij weet te overleven, moet je wel slim en weerbaar zijn. Zo had Ivo niet eerder naar slaafgemaakten gekeken. Hoe deden ze dat dan, dat overleven?
Eva stak haar handen in de lucht en schudde haar hoofd. Geen idee. Dat is nu precies wat me zo interesseert. Slaven mochten niet leren lezen en schrijven, zodat er bijna geen teksten bestaan die de slavernij vanuit hun perspectief laten zien. Maar denk je dan dat daar nog mensen te vinden zijn op die plantage die iets over de slaventijd kunnen vertellen? Ja, dat verwacht ik wel. Ze vertellen elkaar vast nog wel verhalen. Maar na 6 of 7 generaties, zei Ivo, zullen die verhalen toch niet meer veel waarheid bevatten? Feit en fictie zijn ondeelbaar samengevoegd, gevloeid. Jij altijd met je waarheid, riep Eva heftig, alsof mensen zich alleen laten leiden door waarheid. Ja, jij misschien wel, maar gewone mensen komen pas in beweging door mooie verhalen. Het zijn verhalen die grote dingen tot stand brengen. Inclusief grote oorlogen, kon Eva niet nalaten daarbij te zeggen. Eva richtte haar blik een tijdje op het plafond en zei, Ivo, hoe kan je dat nu zeggen? Als antropoloog ken je toch de kracht van mythes, van een goed verhaal. Zonder mythes komt de mens tot niets. Dat zou kunnen, zei Ivo, niet erg overtuigd. Een poosje aten ze zwijgend verder. Waarom wil je dat zo graag weten, vroeg hij, van dat slavenleven? Eva at haar mond leeg, nam een slok van haar bintangbiertje en zei, ik probeer me voor te stellen hoe onze voorouders een ander mens puur als productiemiddel of als handelswaar konden zien. Dat je die ander als een dier de zweep kan geven, mag opsluiten of doodmaken, als dat je beter uitkomt. Maar het lukt me niet. Mij ook niet. Maar dieren, zei Ivo nadenkend, het lijkt me eerder dat ze hen als grote kinderen zagen. Met een gebrek aan beschaving, zo dachten tenminste onze voorouders, waren ze nooit behoorlijk opgevoed. Net als witte kinderen waren slaafgemaakten volgens de wet handelingsonbekwaam. Ze konden niet lezen of schrijven en hadden geen recht op bezit. Witte kinderen werden pas na een serieuze opvoeding volwassen. En zwarte kinderen mochten eigenlijk die achterstand nooit inhalen. Kun je het nu wel voorstellen, vroeg Ivo. Ze keek hem verwonderd aan en dacht even na. Nou, kinderen, maar slaafgemaakten bleken als ze de kans kregen toch prima in staat tot lezen, schrijven en nadenken. Zwart en wit krijgen toch ook gezonde kinderen? Dan weet je toch dat je tot éénzelfde soort behoort? Ja, jij weet dat nu, door je opvoeding, opleiding en je eigen ervaring met mensen van Afrikaanse afkomst. Maar zonder dat... Maar dat gebrek aan kennis is toch geen excuus. Onze voorouders hebben zich vreselijk misdragen. En dat hebben ze nooit erkend, zelfs nooit excuses voor aangeboden. Dat is toch vreselijk? Ivo zag hoe Eva met haar vingers aan de servet zat te plukken. Ik zie dat het je echt raakt, zei Ivo. Eva haalde haar schouders op en legde met een zucht het servet weg. Ik voel een schuld op mij drukken. We hebben het nu nog steeds goed, omdat we eeuwenlang Afrikaanse slaven hebben uitgebuit. Maar... zei Ivo, hoe kun je nou nog schuldig zijn aan de misdaden van je voorouders? Ja, in ons rechtssysteem kan dat misschien niet, maar ik voel het wel zo. Dat we hen generaties lang hebben gekleineerd en mishandeld. Het kan toch niet zo zijn dat niemand daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt? Daar wou ik mee laten. Dankjewel, Ivo. Ga zitten, ik zal je wat water inschenken. Ja... Ik voel een schuld op mij drukken, zegt Eva. En ze spreekt het hier nog niet uit of ze weet het eigenlijk nog niet. Maar ze komt erachter, het werd net al door Eva al een beetje verteld, dat haar voorouders betrokken waren bij de slavernij. Hoe geeft ze uiteindelijk vorm aan haar schuldgevoel? Hoe ontwikkelt zich dat? Wat gaat ze doen? Nou, ze heeft het gevoel dat ze graag wil weten van... Er zijn nog oude plantages waar nog oude... nazaten van slaven wonen en ze wil graag weten, zelf zien, hoe leven die mensen nu? Wat zijn de effecten daarvan? En daar, ze wil er dus naartoe gaan om met hen daarover te spreken. En om dan, dat weet ze nog niet precies, te beslissen wat ze daarmee moet. Dat weet ze nog niet als ze gaat, denk ik. En later komt ze tot... conclusies dat ze daar wel iets mee moet doen. En dat doet ze ook later in het boek. Ja, maar je wilt misschien nog niet helemaal verklappen wat ze gaat doen, of wel? Het is namelijk wel interessant dat ze een hele radicale keuze maakt, eigenlijk. Ja, dus ze kan wel iets over zeggen, maar ik wil niet alles verklappen. Maar ze is daarheen gegaan als wetenschapper. En ze komt met die wetenschap in conflict. Ze denkt van, ja, ik zit hier als antropoloog deze mensen te... Ze is een witte te bekijken, vrouw, ze is een witte vrouw. En, en,
En ik ben hier gekomen uit mijn eigen wil, omdat ik iets wil weten. En ik ben eigenlijk niet helemaal eerlijk naar die mensen. Omdat ik bepaalde dingen niet vertel. Ze heeft namelijk niet verteld dat haar voorouders plantages en slaven hadden. En dat durft ze ook eigenlijk niet te vertellen. Want ze denkt, ja, als ik dat vertel, dan... Ik weet niet wat hier gebeurt, maar het is hier 's nachts erg stil en donker in mijn huisje aan de kreek. Ja. Ze heeft in ieder geval het gevoel dat ze actie moet ondernemen. Ze gaat erheen, ze wil helpen. Maar hoe ze daar vorm aan moet geven, dat is ook een conflict eigenlijk waar ze mee zit. Nou, ben je er zelf ook achter gekomen dat jouw voorouders betrokken waren bij de slavernij, dat ze plantages bezaten? Hoe zat dat? Ja. Hoe ben je daar eigenlijk achter gekomen? Hoe ziet dat eruit? Dat is, zo gebeurt het vaker, heb ik in de Volkskrant gelezen een paar weken geleden. Op een gegeven moment typte ik mijn naam in. Ik wist dat mijn familie uit Middelburg kwam, uit Zeeland. En dan typte ik gewoon in mijn naam, Sprenger en slavernij. En toen bleek dus dat het intussen, dit is ongeveer 9 jaar geleden, denk ik. De indexen van de archieven van het Zeeuws Archief in Middelburg digitaal waren gemaakt. En toen zag ik dat er een hele map was van de firma Spoors en Sprenger in dat archief. En ik ben daar naartoe gegaan, ik heb al die stukken opgevraagd. En ontdekte dus dat ze een vrij grote rederij hadden. Maar er zat ook een pakje bij met 15, met de eigendomspapieren van 15 verschillende plantages. Die zij op een of andere manier hadden verworven in hun handel als reders. Want reders, dat klinkt een beetje als mensen die maar heen en weer voeren. Maar in feite waren dat de organisaties die het meest verdienden in die tijd. Die plantages die liepen allemaal niet zo goed, die gingen failliet en de oogsten mislukten. Maar iedereen moest heen en weer gevaren worden en dat verdiende dus goed. En die werden dus ook banken. Dus daarom gaven ze ook onderpand en leenden ze geld aan mensen om nieuwe plantages te kopen. En zo kwam ik er dus achter dat bijvoorbeeld een van die 15 plantages de plantage was waar ik 30 jaar eerder elk weekend door had gebracht. We hadden een plantage gehuurd voor het weekend en dan zaten we op een steigertje aan de Suriname rivier. En precies die plantage, die bleek in het archief van mijn voorouders te zitten. En toen had je die kennis, toen zat je daarmee. En toen herkende je iets van het gevoel dat Eva had? Het gevoel van schuld en verantwoordelijkheid? Of? Ja, ik had dus eerst heb ik ook in mijn familie gevraagd van, weten jullie dan iets van? Maar niemand wist er iets van. Mijn vader, die leefde niet meer. Of nog net, maar kon het er niet meer vragen. Ze had het geld verdiend met de VOC, zei een oud oom van mij. Maar dat was helemaal niet zo. Ze waren later, in 1800 is eigenlijk de handel op Suriname heel erg stilgevallen. En alle schepen zijn dan naar Indonesië gaan varen. En daar hebben ze dan nog een 80 jaar of zo geld mee verdiend. Maar dat hele verhaal was verdwenen in de familie. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel gek. Ik merkte overigens dat in Suriname zelf, ook op die plantage, het onderwerp slavernij niet aan de orde kwam. Mensen spraken er gewoon niet over. Het is weggestopt, zoiets. Daar zullen we het later nog over hebben, over de manieren waarop nu wordt teruggedacht aan die geschiedenis in Suriname en in Nederland. Nou ben ik benieuwd, je hebt dus die kennis over die familie en je dacht, nou ik moet er toch iets mee doen, blijkbaar. En je bent een roman gaan schrijven, maar je had ook een podcast kunnen maken. Misschien zitten mensen in de zaal die hebben de Plantage van mijn voorouders podcast gehoord van Maartje Duin en Peggy Bouva. Of misschien had je had van alles kunnen doen, maar het werd een roman. Waarom? Nou, omdat ik het gevoel had dat... Ik ben dus ook zelf naar zo'n plantage geweest. Hè. Ik heb daar een tijdje rondgelopen en gewoond in Suriname. En dat was eigenlijk zo... Dat maakte zo'n indruk op mij. Daar wilde ik iets mee doen. Ik dacht, ik schrijf eerst een essay over dat we bijvoorbeeld die plantages daar nog kunnen gaan helpen op een of andere manier. Want dat gevoel had ik wel. Ik dacht, ik moet iets doen of zo. En dat heb ik dus overgebracht in een roman, waardoor ik aan de ene kant die twijfel, ja, ook die Eva, die gaat van alles doen, die onderneemt iets. En haar oudere hoogleraar Ivo, die denkt van, nou, doe maar rustig aan, want wij hebben daar ook niet, ze zitten ook echt niet op ons te wachten daar. Wat denk je dat we daar nou moeten gaan doen en zo. Dus
door er een roman van te maken, kon ik allerlei verschillende perspectieven beter tot uitdrukking brengen. En ik heb ook allerlei verschillende personen. Hè, dus ik heb met zoveel mensen daarover gesproken en iedereen heeft weer een ander beeld of verhaal. En dat fascineerde mij en ik dacht, dat kan ik het mooiste schrijven in een roman. Hoewel ik, ja, ik heb wel allerlei romans gelezen, maar ik had er nog nooit één geschreven. Nou, daar leent de roman zich natuurlijk heel goed voor. Er zitten heel veel verschillende personages in die allemaal eigen standpunten hebben. Ook daar gaan we straks verder over praten met John en Erwin. En ik wil nu heel graag John, mijn zuster, uitnodigen om het gedicht voor te dragen dat hij heeft meegenomen. Een prachtig gedicht. Misschien wil je daarbij ook, dat mag je hier doen, bij het katheder. En misschien wil je daarbij ook vertellen waarom je dit gedicht hebt meegebracht. Is dat een moeilijke vraag? Oh, hier ligt het wel. Nou, ik heb het gedicht uitgekozen omdat Ida van Dijk uitviel. Inderdaad. En Jan vroeg of jij vroeg of iemand iets wist. Ja. Dus toen heb ik even gewoon gezocht en kwam bij Venetiaan uit. Fine, de schrijver ervan. Niet wetende, of mij realiserende, dat een vriend van mij hetzelfde gedicht gebruikt heeft, voorafgaand aan een boek dat hij over de burgemeesterswoning geschreven heeft. Dus hoe dingen kunnen lopen. Heel mooi toeval. Ja. Het is in ieder geval een heel toepasselijk gedicht. Ja. Dat zult u gaan horen. U moet het niet zien als de opening die u wel eens op 1 juli ziet, waarbij een mevrouw water sprenkelt, want daar heb ik een hekel aan. Maar ik ga het voorlezen. Het komt uit een verzameling die Vortu Deta Abra, woorden die blijven, komt. En het is samengesteld door Srinivasi, een dichter, Lutschman, die het vorig jaar of 2 jaar geleden overleden is op Curaçao. Oké, maar nu komt Finne aan het woord. Er is 1 grote verrader. De tijd. Een dolle wals die de grootste misdaden begraaft. In het stof van het verleden. De grote misdadigers terugplaatst in de rij van de kleine die onschuldigen zijn geworden. 1863. Iedereen was er nog. De slavenhalers, de handelaars, de slavenhouders, de drijvers, koningen, ministers, dominee, priesters. Nu zijn ze allen weg, vertrokken naar hun vaderland, waar ze schuilen achter ieder gezicht of gestorven. Alleen de slavenkinderen zijn er nog, want in het hart van de tiran mag de tijd de druk verlichten. De slachtoffers blijven, voor zover verminkt, voor zover verwond, geketend. Ik hoop dat Venetiaan kijkt, dan ziet u dat u voor zijn gedicht heeft geklapt. Mag ik je uitnodigen om bij ons te komen zitten? Wat vind je zo mooi aan dit gedicht over de wals van de tijd? Nou, neem een microfoon, sorry, anders horen we je niet. Nou, het geeft wel mooi weer wat er aan de hand is. Namelijk de wals van de tijd. Een wals bedekt alles. En de wals heeft in ieder geval de periode van de slavernij bedekt. En dan gaat het er niet om, het gaat er ook om dat mensen er niet aan willen denken, dat mensen het soms vergeten zijn. Maar waar het om gaat is dat het zo begraven is dat niemand het weet en niet bewust weet, maar dat niemand het ook wil weten. En dat het er nu om gaat dat het werk van die wals ongedaan gemaakt wordt doordat er gegraven wordt. Zoals iemand gegraven heeft in de archieven van het Zeeuwse archief. Maar zo zijn er ook nazaten die graven. Zo zijn er ook wetenschappers die graven. En die wals, die heeft zijn werk gedaan, maar niet goed gedaan. De geschiedenis valt zich ook niet
helemaal te begraven. Onder stof of onder brokstukken of wat dan ook. Er is een boek dat Breaking the Silence heet, of Unsilencing, namelijk dat de stilte doorbroken wordt. En je kunt ook zeggen dat het graf of de graven, dat die opengebroken worden. En dat anderen of in verhalen getoond wordt wat daar te vinden is, wat daar te zien is. Mooi, heel toepasselijk gedicht. Dank je wel dat je het hebt uitgekozen. Over dat werk dat er nog gedaan moet worden, dat graven dat er nog moet gebeuren, daar gaan we het verder over hebben. Ik wil Erwin uitnodigen om ook bij ons te komen zitten. Dank je wel. We zijn hier namelijk bijeen op 18 mei. En Erwin, dat is een hele bijzondere dag voor jou. Het is niet toevallig dat iemand deze dag heeft uitgekozen voor deze presentatie. Ja, toen de, ja, toen de dag uitgekozen werd, vroeg ik aan de schrijver hier naast mij van... heb je dat bewust gedaan? Realiseer je dat? Hij kent de plantage. We hebben elkaar daar ook getroffen. Vandaag is de dag dat 18 mei wordt in de plantage, voormalige plantage waar ik vandaan kom, in Suriname. Vandaag herdacht dat 141 jaar geleden de voorouders hebben besloten om in gemeenschappelijkheid de plantage voor 3000 gulden toen te kopen van de koloniale eigenaren en nalaten voor hun kindskinderen. Mooi. En wat is de betekenis van deze dag voor jou? Nou, vooral het symboliseert voor mij de kracht van de voorouders. Dat is hem. De kracht, gemeenschapszin, het feit dus dat de geschiedenis, de toekomst van die geschiedenis eigenlijk voor ons nog dagelijks leeft. Ondanks de wals van Venetiaan, snap ik. Maar belangrijk, essentieel is dus dat je op een of andere manier kijkt naar de toekomst van dat verleden. En dat is dus deze dag. Dit is voor ons een bijzondere dag. Voor iedereen die dus een roots heeft uit Onverwacht, zo heette het plantage. En een variatie op deze geschiedenis, die zit ook in de roman, hè, Iman? Ja, dat klopt. Dus ik vind het was voor mij ook een verrassing om te ontdekken dat de slaven zelf die plantage gekocht hadden. Waarmee ze dus aan de ene kant ook hun woongemeenschap veilig stelden. Want je moet je voorstellen, een plantage zijn vrij groot. Dat is iets van... tussen 7 en 12 vierkante kilometer, dus één plantage. En daar is dan een dorpje op waar 250 mensen wonen. En die hebben dan met z'n allen dat enorme stuk grond gekocht, wat ze al die jaren tot vandaag toe samen beheren, als het ware. Het is particulier eigendom, het is niet van de staat. Ze moeten alles zelf doen, want het is particulier. De staat komt ook niet jouw tuin maaien of de sloten leegmaken. Dat moet iedereen zelf doen en dat doen ze tot nu toe. En dat houdt ook de gemeenschap met hun rituelen bij elkaar. En dat wist ik niet. En ik vond dat een heel boeiend en ook wel mooi gegeven. En toen dacht ik, en dat heeft ook te maken met vroeger. Zij hebben ook als gemeenschap hoe zeg je dat? Zij waren zo sterk omdat ze daar, zo zijn ze uit die slavernij gekomen. Dat heeft hen geholpen om het, eigenlijk die vreselijke situatie te overleven. Zo voelde ik dat. Misschien wat ik trouwens vergeten ben te zeggen, maar mensen in de zaal kunnen vragen stellen straks na het gesprek. Dus als u het wil bewaren, uw opmerking. Nee, toch even voor de kijk naar mijn leerlijke correctie dat van slaaf van man. Ja. Gebruikt u dat woord niet meer slaven? Oh, u heeft gelijk. U heeft gelijk. Het is, ik heb in mijn boek daar voortdurend op kunnen letten. Maar ik moet nu slaafgemaakte. Ja. Het waren ook ex-slaafgemaakte die de plantage kochten. Ja, natuurlijk. Zij waren geen slaven meer. Ja, dank u wel.
Dat is een terechte opmerking. In de roman zijn er verschillen. Nou, dan volgen we dus Eva, die komt op die plantage terecht, waar je net over vertelde. En er zijn ook verschillende personages die op hun eigen manier kijken naar de geschiedenis van hun voorouders. Eén daarvan is Ray. En dat sluit eigenlijk aan bij waar Erwin net over sprak, de kracht. Ik wil hem even citeren. En hij zei, ik citeer nu het personage Ray. Hij is een schilder en hij woont op de voormalige plantage. Ja, we werden onderdrukt en uitgebuit, maar we waren geen zielige slachtoffers. We kwamen in opstand als de directeur te ver ging. Dan weigerden we of saboteerden we het werk. Je kende de regels en de straffen bij overtreding. Maar we ondergingen die zonder een krimp te geven. Wij voelden ons sterk door onze Winti. We lachten hen in hun gezicht uit. Erwin, hoe lees jij zo'n Ray? Ja, kijk, op wat nog onvoldoende eigenlijk goed bekend is, dat er sprake was van permanent verzet, hè? Op allerlei manieren. In muziek, in zang, in dans, in wat je doet. Er was altijd sprake van permanent verzet. En op de plantage zelf, waar ik geboren ben, opgegroeid ben, was inderdaad, keek men anders naar dat verleden. Ik ben niet opgevoed met echt kijken naar de voorouders vanuit iets waartoe zij gemaakt zijn. Slaven. Dat woord slaaf kwam bijna nooit. Je hoorde dat niet op de plantage. En jij zegt misschien terecht daar wordt er niet echt over gesproken. Weliswaar in die vele gezegdes, vele liederen en dergelijke. Maar men keek vooral naar de voorouders als volwaardige mensen. Niet als iets waartoe zij gemaakt zijn. Men keek vanuit de kracht van de voorouders. En dat was echt essentieel en noodzakelijk ook om bij elkaar te blijven. En daar waar nodig ook het verzet op allerlei manieren te organiseren. Ja, dus zo lees ik dat. De eigen religie bijvoorbeeld. In het gebied waar ik vandaan kom, Para, stond bekend om de plek waar zendelingen het vreselijk moeilijk hadden om de Europese religie aan hun op te leggen. Ze bleven vasthouden aan dat wat ze uit Afrika hebben meegenomen. En op den duur wisten ze wel een manier te vinden om beide naast elkaar te laten bestaan tot de dag van vandaag. Een belangrijk thema in de roman is ook de vraag hoe dat slavernijverleden doorwerkt in het heden. En die personages, die onderzoekers, die houden zich dan bezig met de vraag hoe de sociaal-economische achterstelling van de mensen op de voormalige plantage verband houdt met die geschiedenis. En ook daar zitten verschillende visies op in het boek. Dus niet er zijn verschillende personages die daar een ander idee over hebben. En dan wil ik eigenlijk iemand vragen om daar kort iets over te zeggen. En dan ben ik heel benieuwd hoe jullie die meerstemmigheid hebben gelezen. En of jullie daar iets in herkennen in die verschillende perspectieven. En de discussies zoals jullie die voeren over die doorwerking. Ja, nou, er zijn. Ik merkte zelf dat toen ik op die plantage was, dat heel veel mensen bijzonder ondernemend waren. Die deden van alles. En het is heel moeilijk om te ondernemen in een land als Suriname. Ergens heb ik ook gezien dat er is zo'n index van doing business in het buitenland, van de OESO. En Suriname staat er ongeveer helemaal onderaan. Er zijn ontzettend veel administratieve, financiële, politieke belemmeringen voor een ondernemer. Maar toch waren er veel mensen ondernemend, maar ze werden nooit rijk. En op die plantage. En het gekke was dat buiten de plantages, ik heb ook een aantal jaren zeg maar in de stad gewoond, in Paramaribo, daar werd nogal neergekeken op de mensen die van de plantages kwamen. Die waren
beetje achterlijk. En ze deden ook heel erg weinig. En toen ik daar eenmaal zelf zat, merkte ik dat ze juist van alles wilden en probeerden. Maar dat ze enorm veel tegenwerking ook ervoeren vanuit hun eigen overheid. Of in ieder geval volkomen niet medewerken. Ik noem maar iets, er waren daar veel mensen die groenten planten. En er was een kantoortje van de overheid. Daar kon je advies vragen over hoe moet ik bijvoorbeeld mijn groenten inpakken om te kunnen exporteren naar Europa. En aan welke eisen moet dat voldoen. Er zat nooit iemand in dat kantoortje. En zo zag ik dus dat er contrasten zijn tussen wat de mensen zelf willen en kunnen. Ze hadden ook nog andere problemen, want omdat de plantage gezamenlijk eigendom was van de al dode voorouders, waren ze niet zelf eigenaar. En om als bedrijf geld te krijgen van een bank, moet je een stukje grond als onderpand inleveren wat van jou is. Maar het was niet van jou. Dus kon je geen geld krijgen. Dus de manier om wel geld te krijgen was, toen de bauxietindustrie daar opkwam in 1940... had bijna iedereen drie banen. Ze werkte A in de bauxietfirma. Dat leverde een niet hoog, maar wel een basissalaris op waarmee ze konden gaan ondernemen. Maar die bauxietmijnen zijn nu allemaal weg en dicht. En die inkomsten zijn er niet meer. En daardoor hebben ze eigenlijk geen andere vorm om aan geld te komen. He, zo. Maar ik zag ze daar wel hun best voor doen. Ook veel mensen vertrokken, want uiteindelijk is er dan geen werk of te weinig. En daardoor lopen die plantages leeg. En dat ziet Eva Spoors, dus antropoloog, ja, die onderzoek gaat doen, die ziet dat ook. Zij heeft heel veel aandacht voor de manier waarop mensen eigenlijk tegen de klippen op toch heel ondernemend zijn op die voormalige plantage, wat ze daar allemaal doen. Terwijl er ook een ander personage is dat eigenlijk op een hele andere manier kijkt. Dat is de professor Cherry Playfair, is haar naam in het boek. En die meent eigenlijk ondernemerschapsklimaat, dat dat te maken heeft met geïnternaliseerde gevoelens van minderwaardigheid van de mensen op die plantage. Eva die is het daar hardgrondig mee oneens. Daar hebben ze ook heel veel discussies over in dat boek. En ik ben nieuwsgierig hoe jullie die discussies hebben gelezen. Ik heb die discussies gelezen als dat beide geen gelijk hebben. En dat is meer op theoretische gronden. Omdat je niet kunt zeggen het is het een of het ander. Ik denk dat het een mix is van verschillende perspectieven, ideologieën, discoursen of hoe je het ook wil noemen. En dat het niet alleen om het economisch gaat, namelijk dat de overheid niet levert wat ze zou moeten leveren. Namelijk iemand die je leert of die je voorlichting geeft hoe je moet planten. Dat banken jou een lening geven. Maar dat je ook niet kunt zeggen dat cultuur geen rol speelt. Cultuur in de zin van de manier waarop je dingen verklaart. En dan zie je dat als mensen een stuk grond vrijmaken om te telen, dat bijna niet mag. Of dat andere mensen komen en zeggen van ja, maar wij moeten meedelen. Meedelen in de opbrengsten. En ik kan me dat op zich wel voorstellen. Het is iets van een verdelende rechtvaardigheid. Maar zo zullen er nog meer zaken zijn die bij elkaar komen, waardoor die plantages niet tot ontwikkeling komen. Dus het is niet het een of het ander, maar we moeten veel zorgvuldiger onderzoeken wat het een is, wat het ander is en wat het ander is en wat het ander is. En hoe die tezamenkomen als het gaat om de ontwikkeling van een plek. Om de ontwikkeling van een plantage. Dat is het. Ja. Tenminste, dat is waar ik voor zou pleiten. Ja. En Erwin? Ja, ik las het als precies echt ook het gebrek aan een diepgaande kennis over cultuur. Het leven van de mensen op de plantage. In de eerste instantie zijn de mensen op de plantage niet gericht als ze een onderneming hadden om rijk te worden. Je moet je bedenken dus dat na afschaffing van de slavernij de slavenhouder wel gecompenseerd zijn op mijn plantage.
In 1863 woonden er 172 mensen en ik dacht, het leverde dus de slavenhouder 51.000 euro gulden op. Dus de voorouders kregen niks. Dus op dat moment was je bezig met een stabiele sociaal-economische basis creëren. Bouwen aan goede gezinsstructuren. Bouwen aan verder verdieping van je eigen identiteit, et cetera. Daar was het op opgericht. Het hele ondernemerschap, wat tot in Paramaribo, de kleine ondernemers, zag je dus dat het vooral ook daarom ging. Want op de haast alle plantages in dat gebied, en we hadden op, je had een woonhuis en op 4 meter afstand had je ongeveer zo 3x3, 4x4 een keuken, echt snel getimmerd. Maar het waren allemaal huisbedrijfjes. Gebeurde van alles en nog wat. Cassaven werden gebakken, van alles en nog wat. Een deel voor eigen gebruik en een deel werd naar de stad gebracht om te verkopen. Daarnaast nog steeds, in mindere mate misschien, in Suriname draaide alles, of draait alles om Paramaribo. Hè, Paramaribo is het land. Nou, dus de mensen die achterbleven moesten een manier vinden om het nalatenschap erfgoed in stand te houden en verder te ontwikkelen. Vooral de jongeren trokken massaal naar de stad om werk te vinden, lieten de ouderen achter. Gelukkig de laatste jaren zien we een kentering. En diepgaand kennis over het leven op de plantage merkte ik juist bij die passage. Dat die ene professor die dus aangeeft aan diepgaande wantrouwen jegens elkaar. Nou, de voorouders hebben een soort van leensysteem opgezet. Kasmoni noemen we dat. Hè? Een soort leensysteem. En die kasmoni, financieringssysteem, heeft gezorgd voor. En het is een informeel spaarsysteem. Ja. Nou, als je geen vertrouwen, onderlinge vertrouwen hebt, kan je zo'n systeem waar er miljoenen in omging en waar velen ook hun woning hebben gebouwd en ondernemingen hebben opgezet. Dus het gebrek aan diepgaande kennis over, ook omdat heel veel, er was weinig wantrouwen, om eens een voorbeeld te geven. Dat vind ik heel typisch bij de presentatie van mijn tweede boek in Suriname. Zei een Surinaamse historicus tegen mij, ja, dat verhaal ken ik, maar jij vertelt het net anders dan een Hollandse wetenschapper die daar in het dorp, die ik ook ken, die is getrouwd uiteindelijk met een nicht van me, vertelt. En ik heb zijn boek gelezen en in mijn onderzoek ga ik ook met de ooms en tantes die dat verhaal nog goed kenden, die goed leefden. En ik zei tegen een van mijn oom, ja, wat jij mij vertelt, klopt niet. Ik lees in dat boek van die meneer die hier gelogeerd heeft, iets anders. En hij zei tegen mij, jij bent kind van hier. Jij bent van ons. We hebben hem verteld wat wij willen. En jou vertellen we hoe het hoort. Ja, mooi. Dat is voor antropologen ook een beetje lastig. Voor antropologen heel lastig. Heel lastig, heel lastig. En gelukkig zijn er een aantal antropologen die dit soort verhalen wel goed weten te ontcijferen. Sylvia de Groot was er zo een. Maar dat gebeurde. Er was ook een zekere wantrouwen naar buitenstaanders toe. En niet alleen naar witte Nederlanders, maar ook naar de stadskriolen. De stadskriolen vonden de mensen uit het paragebied. Jij noemde het achterlijk, ja, dom. Dat zeiden ze, Paranen zijn dom. Dat kwam door die harde solidariteit. Want als je ruzie had met eentje, heb je ruzie met het hele dorp. En dat vonden de stadskriolen nogal. Ja. Doen we iets aanvullen volgens mij? Ja, daar wil ik wel wat op zeggen. Volgens mij speelt er wel wantrouwen ten opzichte van elkaar. Ik heb wel eens tegen Erwin gezegd dat ze daar coöperaties van moeten maken. Want dan doorbreek je het gezeur over
jij kan dit niet hebben, jij kan dit niet krijgen, of jij kan dit stuk niet beplanten of wat dan ook, want je moet rekening houden met anderen. Of dit is niet van jou. Maar als je er een coöperatie van maakt, waarin iedereen inlegt, zoals de voorouders hebben ingelegd. Dat is money. Ja, en mensen elkaar ook vertrouwen dat degenen die de coöperatie bestieren, dat die heus de goede trouw zijn. En desnoods nodig je de meest strenge accountant in om alle boeken te controleren. Waarom gebeurt dat niet, denk ik, steeds weer? John, ik denk... dit is een interessante discussie, daar gaat mijn derde boek over. Oh. Want in... Zeg dan dat je het idee van mij hebt. Nou, nee. Want ja. De vraag is, tot de jaren 60 van de vorige eeuw, ja, gebeurde dat. En in het dorp zeggen wij, althans al die plantages zeggen ze, fotomanieri, hij zou dus beticht worden van fotomanieren, stadsmanieren. Is ook een stadsmanier is een Europese gedachte. Een coöperatie, een noem maar op. Er werd anders gedacht. Ik zou je juist betichten van fotomanieri. En dat en moet ik je zou juist zeggen dat jij een paraat denkt. Dat ja, je... ja. Beetje domme paraat. En daar ben ik trots op. Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar dat is. En inderdaad. En op een gegeven ogenblik zag je in de jaren 70, en vooral toen de bauxietmaatschappijen wegging, dat de fotomanieri, ik noem het echt ook expliciet, het anders kijken naar de samenleving vanuit een toch wel moderne Europese manier van ondernemen. En dat strookt dan niet altijd met de aspiraties van de voorouders. En dit zijn dus uiteindelijk ook discussies over de doorwerking van het slavernijverleden. Hè? Hoe dat in Suriname nu nog steeds invloed heeft op wie in welke positie verkeert. Ook in de roman zien we ook bijvoorbeeld het neocolonialisme van een goudmijn die daar het land extract, zeg je in het Engels, extraheert, extractie doet. Exploiteert. Sorry? Exploiteert. Heel goed, exploiteert, dankjewel. Ja. Dat komt er ook in voor. En ik denk dat we nu ook wel hebben gezien in het gesprek tussen jullie dat er wel degelijk ook discussie over is, hoe dat precies zit en hoe het precies doorwerkt. Ik wil heel graag eigenlijk nu onze blik verleggen naar Nederland, van Suriname naar Nederland, en kijken hoe die slavernijgeschiedenis hier nog doorwerkt. En vervolgens ook hoe we daar dan mee om kunnen gaan als maatschappij en misschien ook als individu. John, je doet daar nu onderzoek naar. Je bent samen met Marcus Balkenhoff van het Meertens Instituut bezig met een onderzoek naar slavernijverleden en racisme. He, laten we even duidelijk zijn, dat is een van de meest zichtbare doorwerkingen van het slavernijverleden in Nederland. Hoe gaan jullie, wat is jullie vraag? Wat willen jullie weten? Nou, wij willen eigenlijk weten wat mensen in hun dagelijks leven meemaken. Als het gaat om racisme, maar het gaat ook om hoe voed je je kinderen op? Breng je je kinderen kennis bij van het slavernijverleden van Nederland? En dan niet alleen kinderen die nazaten zijn van de vroegere tot slaafgemaakten, maar ook blanke Nederlanders, witte Nederlanders. Ook van hen willen we weten, hebben ze kennis van het slavernijverleden? En het overgrote deel heeft daar kennis van. We hebben niet kunnen vragen wanneer ze daar kennis van hebben genomen, omdat ik denk dat de Black Lives Matter demonstratie en de acties tegen Zwarte Piet, dat die vooral samen met de acties, andere acties van de nazaten, een discussie op gang hebben gebracht. Maar dat willen we weten. We willen ook weten, als ze kennis hebben, waar ze de kennis vandaan hebben, maar ook hoe ze de kennis overdragen. Dus aan hun kinderen. We willen weten wat ze meemaken in de praktijk als het gaat om racisme. En wat zij dan precies racistisch noemen. Maar het gaat ook over de acties tegen Zwarte Piet.
ben je het ermee eens of niet? Het gaat over het gebruik van het woord slaaf of slaafgemaakt. Het gaat om het gebruik van het woord blanke Nederlander of witte Nederlander of zwarte. Het gaat om uitspraken van Rutte. Dat praten over het slavernijverleden, dat voor polarisatie in de samenleving zorgt. Dus dat is vrij breed. Ja, het is vrij omvangrijk onderzoek, maar ik, als je ja, het zo vertelt. Maar ik wil wel iets zeggen over de doorwerking. Wat je dan niet zo gauw uit kwantitatief onderzoek kunt halen, voor een deel, maar meer uit verhalen die mensen je vertellen daarover. Ja. En let wel, het zijn reacties op wat met mensen gebeurt. Dus het is de betekenis die zij geven aan iets wat ze gebeurt. Om direct het gras voor de voeten van mensen te maaien van ja, maar dat is de waarheid niet. Het gaat niet om de waarheid. Het gaat om wat ik zie, wat mij gebeurt en waar het vandaan zou kunnen komen volgens mij. Dus dat is de betekenis die mensen aan hun leven geven. Zoals ze ook de betekenis geven aan een lichtstraal of zo. Dat het met donder te maken zou kunnen hebben. Dat het met een natuurkundig proces te maken zou kunnen hebben. En andere mensen denken dat het met Gaia te maken heeft. Dus de godin van de aarde. Of dat Thor weer bezig is of zo. Let wel. En mensen zeggen dan, het racisme dat ze meemaken, sommigen zeggen van, dit komt rechtstreeks, of dit is rechtstreeks verbonden met de slavernijperiode. Nu kan je daar een lange discussie over voeren, over dat rechtstreeks. Maar het is wel dat mensen op grond daarvan soms handelen. Het gaat om uitgesloten worden in het onderwijs. Het gaat om uitgesloten worden van de huisvestingsmarkt, geen werk kunnen vinden terwijl je goed gekwalificeerd bent. Dus dat zijn vormen van doorwerking die mensen meemaken en waarvan ze zeggen, dit heeft te maken met de doorwerking van het slavernijverleden bij witte Nederlanders. Want als het over doorwerking gaat, dan moeten we het niet alleen over de doorwerking hebben bij zwarten of nazaten van, maar we moeten het ook hebben over de doorwerking bij witte Nederlanders die ertoe leidt dat mensen uitgesloten worden. Ja. Tenminste in de visie van de mensen die ik spreek. Mooi, dankjewel. Dat is een mooi bruggetje ook naar het werk van het NINSEE. Jullie zijn dus heel veel bezig met die doorwerking van het slavernijverleden. En voor jullie is ook het culturele archief van Nederland daarbij heel belangrijk. Nou, mensen die het werk van Gloria Wekker hebben gelezen zullen die term herkennen. Zij leent het van Said. Misschien kan je vertellen wat dat inhoudt en waarom het zo belangrijk is. Want het gaat natuurlijk ook over wat John net zei, van welke verhalen vertellen we elkaar en waar komen die verhalen vandaan? Ja, goed om te weten dus dat er in Nederland haast geen wetenschappelijk onderzoek nog gedaan is naar de doorwerking van het verleden. Daar is nauwelijks echt heel serieus onderzoek gedaan. Laten we ook weten dus dat misschien wel 98%, als het niet meer is, van wat opgeslagen liggen over dit verleden in archieven, geschreven zijn vaak door hetero-witte mannen. Vanuit een wit perspectief. Dat andere perspectief is nauwelijks nog goed verteld. Maar ik realiseer me ook dat de doorsnee Nederlanders praktisch weinig tot niets weet over dit verleden. Ik heb gisteren een interview gehad met twee jonge meisjes uit Bussum, het Bussumse Lyceum, die het echt op zich genomen hebben om echt juist over dit onderwerp te hebben. En ze gaven aan hoe moeilijk het gesprek soms is met hun ouders of op school. Maar ik herinner mij ook 2 jaar geleden heb ik vanuit het NINSEE een serie lezingen gehouden en ik noemde het Witte Geweten. En de hoofdredacteur van Trouw was dus de keynote speaker. En dat zorgde nogal voor wat behoorlijke
emotie. En overigens in de voorbereiding heb ik hem ook gevraagd om gewoon los te gaan. En er stond een Nederlandse man op, ik denk in de 70. En die zei van zolang jullie ons verwijten over wat de voorouders hebben gedaan, zullen we nooit echt tot een goed gesprek komen. Want weet dat wat ik in mijn jeugd heb meegekregen niet meer is dan de negerhut, dat boek De Negerhut van Oom Tom. Nou, dat was een mooie insteek om in ieder geval in de zaal duidelijk te maken. Dus dat andere deel in de zaal om duidelijk te maken. Ja, dan kan je iemand niet echt iets verwijten van wat hij niet weet. Maar laten we ook weten dat ook binnen de Afro-Caribische gemeenschappen wij ook weinig weten over dat verleden. En ook vaak kijken naar dat verleden vanuit een zwart-wit perspectief. En de grijze tinten willen we niet zien. En dat heeft precies waar de doorwerking eigenlijk over juist zou moeten gaan. De grijze tinten. Ik heb ook meegedaan aan de, jij noemde het, de Black Lives Matter beweging. En met name in de protest in de Bijlmer. Iedereen schrok om te zien, jonge meisjes, jonge mensen van overal in het land, wit, alles echt, die kwamen om specifiek in de Bijlmer te demonstreren. Uit Lutjebroek ooit, noem maar op. Het was een prachtig mooie demonstratie. En toen had ik zoiets, en een politieagent die daar stond, die zei ook, volgens mij gaan we de goede kant op. Maar we hebben nog een hoop werk te verzetten. Ja. En ik snap. Daarover hebben ook, over dat ja. werk, wat er verzet moet worden en hoe we dat doen, John. Nou, ik wil daarvoor nog even opmerking maken. Als je het over het Nederlandse slavernijverleden hebt, dan denken witte Nederlanders dat het gaat om de schuld. Om hun schuld. En als mensen dan zeggen van, ja, maar daar heb ik geen schuld aan. En mijn voorouders waren ook horigen. Of mijn voorouders hebben in plaggenhutten gewoond of zo. Daar gaat het niet om. Mensen nemen jou dat niet kwalijk. Ze zeggen niet persoonlijk dat het jouw schuld is. Waar we het over hebben is over een systeem waarin waaraan twee groepen hebben deelgenomen onder ongelijke omstandigheden. Het is wel goed als mensen zich schuldig voelen, toch wel, want dan zou het ze misschien ertoe kunnen brengen, als ze niet een heel sterk defensiemechanisme hebben, dan zou het hen ertoe kunnen brengen om het te gaan onderzoeken. Van, nou, hoe zit dat? Als Jan schuld had gevoeld, had hij misschien nooit gegoogeld, want dat is iets wat er buiten moet blijven. Dat mag je geest geen pijn doen, dat mag je niet kwellen, ja. Je ego. Maar als je bereid bent om het te onderzoeken, dan kun je ook zien dat het niet over schuld gaat, maar dat het over een productiewijze gaat, over een economische manier van produceren, waarbij komt dat in wat Marx zou noemen de bovenbouw of zo, mensen als minder werden voorgesteld, dat die productiewijze gerechtvaardigd werd. Daar zou het over moeten gaan, als het gaat over schuld. Ja. Onderzoek. Dus onderzoeken vind je heel belangrijk. Bij de vraag naar schuld, er komt eigenlijk ook meteen de vraag naar verantwoordelijkheid op. Want als je ergens schuld voor hebt, kun je dan ook op een bepaalde manier verantwoordelijkheid nemen? Of zou je dat moeten doen? Is dan kennis vergaren of kennis delen over de eigen betrokkenheid van je familie bijvoorbeeld een manier om dat te doen? Of zeggen jullie nou, we moeten echt veel radicaler verantwoordelijkheid nemen, we moeten reparations, herstelbetalingen als kijk, samenleving doen? Kijk, daar word ik onrustig van. Omdat ik eigenlijk toch wel onderscheid wil maken tussen schuld en schaamte. Ik vind dus dat je zeker moet schamen. Maar je schuldig voelen, dat hoeft niet. Ik heb, dacht ik, een aantal weken geleden in Utrecht, in zijn studium generale, de vraag voorgelegd gekregen,
hoe herstel je historisch onrecht? Wat fout gegaan is in het verleden, kan je niet herstellen. Het is gebeurd. Wat je moet doen, is kijken hoe de doorwerking zich nog tussen ons functioneert. En daar iets mee doen. Ik vind niet dat wie dan ook, Nederlanders, zich absoluut niet schuldig moet voelen van wat er in het verleden is gebeurd. Je moet je wel schamen. Maar de schaamte mag jou niet belemmeren. Of moet juist, zoals bij Jan, ertoe leiden juist om te gaan zoeken naar de verantwoordelijkheid die je hebt om verder te komen. Dat is de reden waarom ik gekozen heb. Ik ben inderdaad dat verhaal dat verteld zal gaan worden in het museum, daar heb ik helpen schrijven in het Nationaal Museum. En bewust ook gekozen voor de titel De Kracht van de Voorouders. Kijken naar dat verleden vanuit een ander perspectief. Want de Nederlanders misschien uit een zeker schuldgevoel of schaamtegevoel willen niet over dat verleden praten. Maar je hebt ook Surinamers die vanuit een, of Afro-Caribische mensen, die vanuit een slachtofferschap juist ook niet over dat verleden willen praten. Vanuit het voel je ook die schaamte? Herken je dat? Nou, ik denk wel dat schaamte een reden was ook om het boek te schrijven. En dat, ik ben het heel met je eens. Kijk, schuld, dat hoeft niet. En dat hebben wij ook niet. Waar ik wel nog aan denk. Dat is het punt van discussie. Ja, aan denk is. Kijk, het voelt toch vrij. Het is moeilijk om te begrijpen hoe jouw voorouders in elkaar zaten. 4, 3 eeuwen geleden. En dat zij slaven konden verhandelen. Daar makkelijk geld mee verdienden. Wat hun geestesgesteldheid daarbij was. En ik zoek nog iets, zoals jij zegt, Erwin, van de kracht van de voorouders. Dat kan de mensen die nazaten zijn van tot slaaf gemaakt kracht geven om. Om met het verleden om te gaan. Ik zoek naar iets wat de eigenaren van slaven en plantages ook kracht kan geven. Want ik denk dat mensen er niet verder over willen nadenken of willen lezen of praten als je het helemaal niet kan begrijpen. En er is ook weinig in dat verleden. Als ik dan kijk, staan een paar stukjes in het boek, wat die voorouders deden. Dat is voor mij niet iets, dat zou voor niemand iets zijn om trots op te zijn. Laat staan dat ik het echt kan begrijpen. Maar ik heb wel het gevoel dat als ik daar nu iets mee zou willen, dat ik op een of andere manier ook mijn voorouders moet kunnen begrijpen. Ik zoek geen eerherstel of zo, maar ik zoek iets om daarmee die schaamte die je daar toch voor voelt als erfgenaam, als het ware van slavenhouders, of in ieder geval mensen die er veel geld mee verdiend hebben, om daar iets mee te gaan doen. En wat je daarmee zou kunnen doen, ik wil het eigenlijk helemaal niet hebben over betalingen en dat soort dingen, want ik denk dat geld helemaal eigenlijk geen echte oplossing is, maar veel meer kennis. Erwin, anders overzien. Nou ja, we hebben toen Suriname onafhankelijkheid werd, hebben we ook 600 miljoen gulden geschonken. En je moet met een loop zoeken om daar nog 1 cent van terug te vinden. Het is maar geparkeerd op allerlei banken, denk ik. Ja, het is. Ja. Maar, ik zoek dus ook iets dat de mensen die afstammen van plantagehouders, om maar zo te zeggen, in beweging zou kunnen brengen om samen met de nazaten van tot slaafgemaakte daar iets aan te doen. En dat begint volgens mij met beter begrijpen wat er precies gebeurd is. Ook nadenken over probeer te begrijpen hoe het 2 eeuwen geleden werkte. Dat het een economisch systeem was waar iedereen in meeging. Net zo goed als wij nu nog steeds onze iPhone zonder 1 probleem gebruiken, terwijl daarvoor in de mijnen in Congo mensen onder erbarmelijke omstandigheden die rommel uit de grond moeten halen. Dus ik stel me dan voor dat het vroeger ook dat soort mechanismes waren. Nee. Nee. Nee? Maar maak je verhaal. Maar dat is mijn gedachte daarbij. En
Want ik denk dat een echte discussie daarover en samenwerken aan dat... Want ik zou naar een gezamenlijke verwerking van dat verleden... daar is veel voor nodig. En ook aan de kant van de, zeg maar, de witte erfgenamen. En ik hoop dat, dat de mensen die het boek lezen... in ieder geval meer begrijpen van de hele achtergrond... en zich erin zouden willen gaan verdiepen. Dat is een van mijn... We moeten een beetje richting een afronding van het gesprek gaan... zodat er ook nog ruimte is voor de mensen in de zaal. Ik wilde tot slot even weer terugkeren naar de rol van literatuur en cultuur. We hebben het gehad over het belang van kennis... het nemen van verantwoordelijkheid, verdiepen in geschiedenis, onder andere. Nou ben ik benieuwd wat de rol van literatuur kan zijn... en of jullie misschien een suggestie hebben voor een boek... of misschien een gedicht. Nou, John heeft net al een heel mooi voorbeeld van gegeven. Dat kan helpen om die doorwerking van deze geschiedenis beter te begrijpen. Misschien ook in actie te komen of iets aan te zetten. En misschien is er ook wel een voorbeeld van een boek waarvan je zegt... nou, dit heeft echt zoveel indruk op mij gemaakt... en dit heeft echt mijn denken veranderd. Of dit wil ik gewoon dat iedereen het leest. Het moet gewoon iedereen lezen. Ja, ik ben een gul mens. Ik noem maar direct 3. Oké. The Known World, of De Gekende Wereld, van Edward P. Jones. En het gaat over de slavernij in de Verenigde Staten. Ik heb ooit eens de man is geïnterviewd geweest in... de naam daarvan ben ik vergeten. En het blijkt dat hij het helemaal verzonnen had. Dus het hele verhaal, terwijl als je het leest echt als een historische studie. Oké, de tweede is In Invisible Man, van Ralph Ellison... En dan zie je dat hoe een zwarte man steeds een andere identiteit krijgt toegeschreven. Dus je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk, en dat hebben we niet... maar dat hij eigenlijk absoluut geen zeggenschap heeft. Geen greep heeft op hoe mensen hem zien. Mensen negeren hem. En je zou kunnen zeggen, als met de beste wil van de wereld... zou je kunnen zeggen dat dat in de periode van de slavernij ook zo was... Je werd alleen gezien vanwege de economische kracht, vanwege de arbeidskracht. En de eigenaar die controleerde je hele leven, maar die kon je ook negeren omdat hij of zij je niet als een mens zag. Maar het derde is Dubbelspel van Frank Martinez Arion. Leest u dat boek? Want het gaat erom hoe, ik denk dat het in de jaren 70 al verschenen is, jaren 80 misschien. Daar zie je hoe het slavernijverleden van mensen, misschien niet rechtstreeks, maar wel doorwerkt in de verhoudingen tussen mensen die, hoe heet dat spel? Domino spelen. Hoe doorwerkt in de verhouding tussen die mannen, hoe doorwerkt in verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dat zijn de 3 die ik wil noemen. Dankjewel. Ja. Irving. Alsjeblieft. Dan ga ik ook 3 noemen natuurlijk. Oh, ja. Oh jongens. Maar dan heel snel. De klok. Nou, iedereen kent... iedereen kent Wij Slaven van Suriname. Hè, een beroemde hoek van Anton de Kom. Zeker ook de laatste uitgave. Bekommentarieerd door jonge mensen hè, van de Black Archives. Het tweede boek die ik wil noemen is het laatste boek van Karwan Fatablak. Dat bespreekt ook heel goed de doorwerking in het witte geweten. En mijn derde boek is het boek van Papa Koenders. En ik zie een van de schrijvers hier zitten. Want dat geeft... Eigenlijk ook het gevecht voor culturele identiteit. Hè. We mochten de taal niet spreken. Ik ben een paar jaar geleden 18 geworden. Of, zo jong van geen. Ja. Nou, maar in ieder geval, op school weet ik nog dat je de Surinaamse taal niet mocht spreken. Als je dat sprak... moest je buiten gaan, zand nemen en je mond spoelen. Dat mocht niet. Zelfs in de para. Wat zei je? Zelfs in de para. Op school. Ja. En op para heeft ook scholen. Nee, dat bedoel ik. En daar werd, wel Nederlands op school, op die scholen werd Nederlands gesproken.
je huidskleur was een probleem. Als je echt te donker was, moest je heel snel een lichte partner zoeken om je kleur, om een hogere kleur te krijgen. Dat heb ik ook allemaal meegekregen. Dus in dat boek, Papa Koenders vertelt over de strijd voor de waardering van de identiteit. En waarom ik het een zo'n belangrijk boek vind. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is ook een beetje de grondlegger van uiteindelijk de onafhankelijkheid van Suriname. Want de mensen die voorop liepen in de strijd voor kijk, ik wist niet dat je het hier bij je had. Maar het is geen reclame direct hoor. We maken vandaag reclame voor bijlhout en bakkeljauw. Maar dat is een goed boek. En ik moet je complimenteren voor de creativiteit van de titel. Hè. Echt, daar zitten drie essentiële onderwerpen van de geschiedenis. Bakkeljauw was een van de slavenvoedsel. Ja. Maar waarom bijlhout dan? En bijlhout is de naam. Bijlhout is een familienaam. Ja, maar bijlhout is van de plantages. Het waren allemaal houtplantages in Parra. En daar hakten ze, daar produceerden ze geen suiker of koffie, maar hout. Ja. Dat hout, dat was meestal wana-hout, van dat makkelijk verzaagbare hout. Ja. En de mensen noemden dat is in Suriname-Nederlands, ook bijlhout. Ja, en ik kom van een houtplantage. En er zijn nog ruïnes in de plantage van waar ze inderdaad hout bewerkten. Dus ik vind het een geweldig boek. Bakkeljauw was toen een slavenvoedsel. Nu met hereri noemen we dat. Aardvruchten. Vroeger was het echt een slavenvoedsel. Nu moet je wel echt diep in je buidel tasten. Om het te kunnen slaapvermaken. Om het te kunnen. Het is het duurste Surinaams gerecht wat er nu is. Terwijl het vroeger echt slavenvoedsel was. Dus je hebt een prachtige combinatie gemaakt. Jan, tot slot. Er zijn eigenlijk twee boeken die ik even wil noemen. Het eerste boek is een heel oud boek. Volgens mij is het uit, 1780. En dat heet Orinoco, de prins uit Afrika. Dat is een boek wat door een blanke vrouw geschreven is in Suriname. Over een zwarte tot slaaf gemaakte, die eigenlijk prins was. En die een enorme strijd voert tegen op zijn plantage en uiteindelijk het loodje moet leggen. Maar het is het allereerste boek waarin zeg maar de zwarten een stem krijgen. En dat boek heeft een belangrijke rol gespeeld in de afschaffing van de slavernij in Engeland. Want die waren 30 jaar eerder dan wij met de afschaffing van de slavernij. Het zegt niks over de doorwerking, dus daarmee beantwoord ik eigenlijk niet helemaal de vraag. Maar ik hou van romans en een mooie roman vind ik van Tessa Lusa. Zij is een Surinaamse schrijfster. Haar voorouders komen van Saint Lucia, dat is een van die eilanden in het Caribisch gebied. Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dat verkeerd verstaan. En die heeft, hoe heet je, Saint Lucia heeft hij opgeschreven als Leusia. Zo heet ze dus nu, haar familie. En die heeft over haar grootmoeder een boek geschreven. Waarin, die is net geboren na de afschaffing van de slavernij. En dat is een prachtig boek over wat nu de gevolgen zijn van gewone mensen in Suriname en in Nederland. Want meer dan de helft ervan woont van haar familie ook in Nederland. In de romanvorm. Fancy Stilte heet het. Fancy Stilte heet het. Oké. Nou, bedankt. Ik hoop dat u allemaal driftig heeft meegeschreven. En dat u vragen heeft opgestapeld. Maar volgens mij had John om te beginnen. Gebruik je microfoon, anders dan kunnen de mensen. Ja, ik heb één vraag. Bijna op het eind blijkt Eva de buitenvrouw geweest te zijn van Ray. Verklap je wel meteen rijk, maar dat is goed, ja? Ja. En we hebben de romance niet meegemaakt. We hebben de spanningen niet meegemaakt. Maar we hebben ook de blik op elkaars lichaam niet meegemaakt. Namelijk, daar kunnen we een hele discussie over voeren. Maar waar het mij om gaat, is dat Eva gekweld wordt door schuldgevoelens. Denkt ze die misschien kwijt te raken door het met een zwarte man aan te leggen? Hoe gaat dat? Jan. Dat is best een moeilijke vraag. Van Eva Kruijver. Ja. Eva's perspectief op de zaak. Ik
Wat zal ik erover zeggen? Ik denk dat zij misschien gedacht zou hebben van... dat zij zo graag meer wilde begrijpen van de zwarte man. Ook de waarom van de zwarte man? Ja, omdat zij op die manier probeerde dichterbij haar eigen verleden te komen. Via de nazaten van het tot slaaf gemaakte van haar voorouders. Dat snap ik. En de romance die daarin zit, die heb ik bewaard tot het volgende boek. Daar wachten we op. Dan wil ik heel graag naar de zaal. Ik geef deze aan jou, dankjewel. Of er vragen zijn. Ik heb trouwens begrepen dat er hier veel mensen van de Sprenger familie aanwezig zijn. Klopt dat? Ik ben wel benieuwd of voor mensen via... Oh, kijk eens. Zo. Ja, hoe groot is die familie? Enorm, ja, ik heb geen idee. Ja. Maar er zijn er natuurlijk heel veel. Ja. Maar dit zijn dus in elk geval mensen die al de realisatie hebben gehad dat hun voorouders betrokken waren bij die plantage. Ik zie ze knikken. Goed, nou dat is in ieder geval mooi om te weten. Ik ben benieuwd naar de vragen. Steek een hand op. Ja, daar achterin zie ik iemand. Hij staat niet aan. Moeten we aanzetten. Ja. Dank voor het mooie gesprek. En ik was heel erg benieuwd. Ik hoorde zeg maar, het verschil tussen schuld en schaamte. En dat begrijp ik dan als schuld voel je als je iets hebt gedaan. En je voelt je daar slecht over. En schaamte voel je als je niet fijn voelt over wie je bent. En ik hoor dan de voorkeur voor schaamte om in actie te komen. Ik vroeg me af of je daar nog iets meer op kunt toelichten. Waarom de voorkeur voor schaamte? Wie? Dat was Erwin die daarover begon volgens mij, toch? Ja, met John volgens mij ook iets. John ook? Ja. Ja, nu moeten jullie even vechten onder de microfoon. Nou, ik wil wel iets zeggen over schaamte. Omdat ik dat ook totaal onvruchtbaar vind. Zowel schuld als schaamte kunnen me niks schelen. Ik vind zelfs een vorm van arrogantie. Ook voel me zo schuldig over datgene wat mijn voorouders hebben gedaan. Of ik schaam me zo. Tenminste, als je persoonlijk schaamt. Ik denk dat het veel vruchtbaarder is om te kijken hoe dat systeem zich ontwikkeld heeft. En hoe personen, instituties en een land in zijn geheel daarvoor verantwoordelijk zijn of daaraan hebben bijgedragen. Maar je kunt je ook schamen om Nederland, want zoals Jan zei, wij hebben zoveel geld gegeven. Dus het is iets van een collectieve identiteit. Zoals een collectieve identiteit ook optreedt wanneer onze jongens spelen. Dus dan denk ik van... Ja, dan kun je je ook schamen om wat Nederland gedaan heeft. Maar het hele selectieve identificatie. Ja. Om de ene keer wel en de andere keer niet. Maar doe het niet. Je kunt beter op een andere manier met mensen omgaan. Zoals Jan zei, solidariteit of een gesprek beginnen of zo. Zonder schaamte. Ik vind het onvruchtbaar als mensen tegen mij beginnen over de schuld of de schaamte. Maar misschien heeft... Nou ja, ik kies dus voor het begrip schaamte. Omdat ik denk dat, ja, kan je je schuldig voelen? En hoe lang wil je nog schuldig blijven voelen voor iets uit het verleden? Daarnaast denk ik dus dat schuld vaak het verheffend gesprek die wij met elkaar moeten hebben, juist belemmert. Schaamte nodig juist uit. Om veel meer te leren, veel meer op zoek te gaan naar waarvoor je je echt schaamt. Je voelt je niet echt, en dat heeft niets te maken alleen met dit onderwerp, maar je voelt je niet echt geprikkeld, geroepen, om als je je schuldig voelt voor wat jouw voorouders of wat mijn voorouders ooit gedaan heeft, om echt ook diepgaand op onderzoek te gaan. Vooral ook als je weet dat er de schuld heeft ook te maken met slachtoffer. Dus schaamte vind ik een veel mooier, dieper begrip om jezelf
geïnspireerd, uitgenodigd te voelen om dat gesprek aan te gaan en ook meer te weten te komen over dat verleden. En wat vind je dan van nieuwsgierigheid? Is dat niet eigenlijk veel nieuwsgierigheid beter? Vind ik dat weer te vrijblijvend. Want als je nieuwsgierig bent, en je, dat mag. Dat hoorde ik ook de burgemeester van Amsterdam ooit zeggen in een televisie. En ik zei tegen haar, ja, oké. Okay, en wat doe je dan als je uit nieuwsgierigheid heel veel ontdekt hebt? Voel je je dan verantwoordelijk voor? Hè? Nieuwsgierigheid nodigt nog niet uit om verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat vind ik nogal... Met een beetje schaamte. Je moet altijd nieuwsgierig zijn, dan kom je dus... Ja. Oké, okay. Het belang van schaamte. Waren er nog andere vragen? Als we echt moeten stoppen... Ik zie, praat u maar even niet, maar dan moet je even zwaaien als we echt gaan stoppen. Ik weet even niet waar we nu naartoe gaan, maar er was nog wel een vraag, toch? Ah, hier, ja. Hi, dank jullie wel allemaal. Fantastische middag. Mijn vraag is, de mensen van mijn generatie die weten ongelooflijk veel over apartheidstrijd, weten ongelooflijk veel over slavernijverleden in Amerika en de doorwerking en hoe systematisch dat nog steeds doorwerkt. En tot voor kort had ik gesprekken met Surinaamse vriendinnen bijvoorbeeld, die zeiden, ja, maar dat is in Nederland ook. Ze zijn helemaal gek. Nee, absoluut niet. En zij zeggen ook van, jullie weten zo ongelooflijk weinig van Suriname. En daar worden we gewoon, ja, we voelen ons daar zo klein door, dat jullie daar helemaal niks van weten. Dus ja, heeft iemand daar, het verandert nu gelukkig een beetje. En daar hebben we mooie tentoonstellingen gehad. En dat Achnebisch gebouw. Waar die prachtige tentoonstelling van de vereniging Ons Suriname zit. Okay, daar gaan we eindelijk eens wat aan doen. Maar hoe kunnen jullie daar nog iets over zeggen? Dat komt door uw schoolboeken. Nou ja, en omdat u niet nieuwsgierig was. Maar goed, uw nieuwsgierigheid wordt ook opgewekt door wat u leert. Waar andere mensen over vertellen. En je zou de metafoor van de wals kunnen gebruiken. Namelijk dat dit verleden het is onder de wals terechtgekomen. Onder de grote wielen van de wals. Dus als er werd gesproken of als er werd geschreven over slavernij, dan ging het over de Verenigde Staten. Misschien een enkele regel over slavernij in de West. En geen enkele regel over slavernij in de Oost. Dus ik denk... Ja, daar hebben we het vandaag ook niet over gehad. Nee, dat het daarmee te maken heeft. En ook omdat slavernij niet leefde in het publieke debat. En dat is echt gekomen, moeten we echt op het konto schrijven van de nazaten van slaafgemaakten en nog meer de activisten. Die hebben ervoor gezorgd dat het op de agenda beland is. Ja. En misschien... Ja. Ja, toch wel heel kort een antwoord, want ja, tuurlijk, de schoolboeken. Maar hoe komt het dat het niet in de schoolboeken terecht is gekomen? Dat is een interessantere vraag. En dat heeft alles te maken met beleid. Het overheidsbeleid die veel meer dacht vanuit schuld. Schuld, herstelbetaling. Dus doe het vooral niet. Ik heb tot de jaren 90, weet ik, en nog steeds... Zijn er Nederlanders die denken dat Surinamers ergens in Indonesië ligt? Dus vandaar dus dat ik denk dat schaamte toch wel een veel beter begrip is om het verheffende discussie te voeren. Kijk, ik zag voorin mevrouw vragen en dan daarachter. Dus eerst hiervoor, ja? De microfoon komt naar je toe. Ik wilde ook ingaan op het historisch besef wat wij onze kinderen bijbrengen en wat er niet speelt. En ik zelf hou helemaal niet van de slachtofferrol. Ik denk dat zowel in Nederland als in Indonesië als in Suriname, waar dan ook, gebeuren dit soort verschrikkelijke dingen. Het besef dat het verschrikkelijk is, we moeten allemaal als mensen op een andere manier met elkaar leren omgaan. Een beetje toleranter, een beetje meer... leren kijken naar wie heb ik tegenover bestaan en wat ga ik met die personen doen. En dat is wat ik mooi vind in jouw boek, wat Cherry,
hoe heet ze ook alweer? Plever en Eva, die controverse die ze onderstonden. Die Thierry wilde eigenlijk die schuldvraag ontzettend graag naar boven hebben. Zo van, wij voelen ons minder waardig. Daar komt ons minderwaardigheidsgevoel vandaan. En Eva zei, dat is helemaal niet zo. Je moet op een andere manier naar mensen kijken. En dat vond ik een heel goed onderdeel van je boek. En gefeliciteerd, Jan. Ik wil graag een reactie van jullie, want u refereert ook aan het begrip slachtofferschap. En dat is best wel een explosief begrip als we het in deze discussie hebben. Ben ik benieuwd, hoe kijken jullie daarnaar? Want soms wordt het ook wel misbruikt eigenlijk, die term. Door te zeggen van, jullie doen alsof je slachtoffer bent. Terwijl dat misschien helemaal niet de intentie is van die persoon. Dus het is een ingewikkeld begrip. Ja, ook ik zit ermee. We zijn slachtoffer van het verleden. Hoe je draait of keert. Ja, zeker. Jazeker, de een in een andere mate dan de ander. Gemiddelde Nederlanders erft toch wel tussen de 25.000 en 75.000 euro van hun ouders. Is onderzocht. Maar die erven wat wij erven, is vaak schuld. En is vaak schuld. Daarnaast, we kijken ook naar het onderwijs. Daar gaat dat boek van Luyendijk over. De Zeven Vinkjes. Mooi boek. Nou, dus. En ook een vertaling van veel dingen die eigenlijk al door andere mensen is onderzocht natuurlijk. Maar precies. Dus tuurlijk, we zijn allen slachtoffer van dat verleden. En de een, daar zit behoorlijk wat achterstand in de maatschappelijke achterstand in. Naar aanleiding van dat verleden. De een heeft een voorsprong, zoals Luyendijk schrijft in zijn boek. En ik denk dat het gesprek, de dialoog, wat we met elkaar moeten voeren, is bewustzijn dat we allen slachtoffer zijn. Hè, het racisme, goed, is nog niet echt diepgaand onderzocht, maar racisme heeft ook een diepere komt ook deels uit dat verleden. En daar kan je wel heel wat wetenschappelijke discussie over gaan voeren. De wijze waarop er gekeken wordt naar zwart en zwart naar wit, komt ook vanuit dat verleden. Dus ik denk dat ik zou niet praten van slachtofferschap, maar meer van kracht. En ik heb gemerkt toen ik het introduceerde, met de kracht van de voorouders, dat jongeren plotseling ook anders beginnen om te gaan. Want jongeren willen niet kijken naar hun voorouders als zielige mensen. Dat waren ze ook niet. Goed. We gaan naar een afronding. Jan wil ook nog iets zeggen, maar die ziet ook dat de borrel inmiddels is opgezet, waar die graag naartoe wil, volgens mij, en we allemaal. Ik had hier nog één vraag van de meneer in het rode hemd en dan ook de aanvulling van Jan. Mijn aanvulling was, er staat iets te wachten daar. Kijk, heel goed. Nou, dan is dit de laatste vraag. Het is de moeilijke aankondiging. Ja, ik was graag even nog iets zeggen over de kunstschatten die de kolonies eigen gemaakt hebben. En de consequentie van die schuld zou kunnen leiden tot het teruggaan van die kunstschatten uit allerlei musea in Nederland, bijvoorbeeld. Dat is een vorm van schuld waar ik me bij aansluit. Ja. Ja, dus dat u refereert aan de restitutie van gestolen roofkunst eigenlijk. Precies, een discussie. En daar. Ja. Goed, nou, de mooie aanvulling dan tot slot. Ik hoorde net best wel wat gerommel ook. Volgens mij is er genoeg stof tot doorpraten en discussie. Dus laten we dat dan doen bij de borrel. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en voor het kijken naar de stream. Als u tot het einde heeft volgehouden. En natuurlijk onze gasten in het. In de eerste plaats Iman Sprenger, Urban Fien. Ook Spuif en Eefke van Uitgeverij. En natuurlijk ook Fatima Kamal, de programmamaker van Spuif 25. Eefke wil nog even een afsluitend woord zeggen. Ik wil natuurlijk ook jou bedanken, Lisanne, voor een hele fascinerende discussie. En John en Irvin en natuurlijk Iman voor het schrijven van een prachtig boek. Het goede nieuws is, we beginnen nu aan een Surinaamse borrel. En ik kan verklappen dat er zelfs bakkeljauwhapjes zijn en parbo bier.
alleen één kleine domper. Het is niet, in Surinaamse termen gesproken, het is niet tot bam. Want om 7:30 begint hier weer wat anders. Dus dan moeten we weer weg zijn. Maar tot dan volop gelegenheid ook om met de mensen nog even door te praten. En ik heb nog namens de uitgeverij een kleine attentie voor iedereen in het panel. Dankjewel. Voilà. Dank u wel. Alsjeblieft. Dankjewel. En ook nog. Ik ben benieuwd. Ook nog, worden gefeteerd. Dankjewel.